Hallo allemaal, het is maandag 30 maart 2020, 5 voor half 5 hier op Liefside. En dan nu naar het nieuws van vandaag. Vanaf vandaag heeft Liefside een eigen kampeerplek. Yay! Bezoekers kunnen de pracht van ons eiland en de vriendelijkheid van onze bewoners ervaren. Ik kan niets bedenken dan nog beter, dat nog beter bij Liefside past. Er zal veel bezoek zijn, dus neem even de tijd om erheen te gaan en deze eilandcharme te verspreiden. Natuurlijk houden we ook een ceremonie om dit geweldige nieuws te vieren. Als je wilt meedoen in tijd, meld je dan bij Tom Nook bij de servicebalie. Dat was alles. Ik hoop dat iedereen een geweldige leuke dag heeft. Dit ging een beetje verkeerd, maar goedemiddag allemaal. En mijn telefoon die gaat weer eventjes te vertellen dat ik een paar klingels heb gekregen van de zooi die ik gisteren heb verkocht. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Liefside, oftewel Animal Crossing New Horizons op Liefside. En ja, ik had gisteren eigenlijk al een nieuwe outfit klaarstaan en noem het maar op. Het enige nadeel is, blijkbaar heeft hij het niet goed afgesloten, waardoor dat hij die outfit niet heeft opgeslagen. Dus ik doe even snel een nieuwe outfit aan. Zo terug. Altijd die rommelige beginnetjes, hè, bij mij. In ieder geval, dit is de outfit waar ik mee heb besloten vandaag te beginnen. Ik kan natuurlijk aanpassen om te kijken wat er allemaal nieuw is. Want er is dus een kampeerplek is er, waar we dus zeker naartoe gaan. We hebben weer de mail, maar het eerste wat ik heel eventjes snel ga doen is de zooi die ik gisteravond heb gehaald toen de winkel gesloten was. Om die maar eens heel even te verkopen. Ik heb het jullie nog niet verteld, maar dat bewaren we voor later. De winkel die is dus open van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds en daarna is het nog niet af. Dat duurt 2 dagen. Wacht even, nee, dan doen we het wel goed. Het duurt 2 dagen, dit duurt dus 2 dagen, dus dan pakken we hem er heel eventjes goed bij. Dit duurt gewoon 2 dagen. Oké, maar goed, ik zie jullie zo bij de brievenbus. Oh, wat is er, Bonnie? Hey, zeg het eens. Ik wil je een emotie leren die je misschien nog niet kent, Stevie. Moet je dit zien? Hoe gaat het? Was dat vriendelijk genoeg? Deze emotie werkt goed als je een eenvoudige groet. Probeer het maar eens. Oké. Dus we hebben van Bonnie een nieuwe... We hebben leren groeten. Oké, hoe doen we groeten? Ik wil groeten naar je. Ja, nou! Oké, het was een beetje moeilijk bij jou te zien. Ik wil het bij jou gaan doen. Kom eens hier. En dan gaan we zwaaien. Leuk! Oh, dankjewel, Bonnie. Dat is echt hartstikke lief van je. Goed. Nou, in ieder geval... ik moet toch even verkopen, dus ik zie jullie terug bij de winkel, zoals ik al zei. Oké, nou, mijn inventory is een stukje leger. Onze klingels is weer flink gevuld. Wat voor mail hebben we allemaal vandaag? Even kijken, we hebben een brief van Coco, we hebben een brief van Broccolo, we hebben een brief van Tammy en we hebben dus onze tuinkabouter, een hallo t-shirt, het hello t-shirt en we hebben het slaapliedje, dat hebben we dus binnen. Dus we hebben 3 brieven binnengekregen. Ik ben zeker benieuwd, waar heeft Tammy geschreven? Tammy heeft iets. Hier. Oké. Jij charmeur. Zat ik even raar te kijken? Ik dacht, dat zal wel weer zo'n standaardkaart zijn. Voor als je ergens komt wonen. Die heb ik meegezien. Maar dit was stukken cooler. Bedankt voor je lieve bericht. De gerustgestelde Tammy. Oké, dus als ik het goed begrijp. Tammy maakte zich dus zorgen over mij. En ik maakte me zorgen over Tammy. Dat botste dus. En nou word ik een charmeur genoemd. Dus, oké. Laten we nog niet gelijk gerustgesteld zijn. Wat is het voor cadeautje wat we hebben gekregen? Draagbare waterkoeler. Maar Tammy, wacht eventjes. Die hebben we al. Tammy, ik serieus. Ik heb jou dat laatst nog verteld dat we deze al hebben. Nee, deze is bruin. Geef me even een seconde, jongens. Ik weet niet. Ik hou Tammy toch nog heel eventjes op de... afdeling. Weet je wel van... Maar goed, in ieder geval, we hadden nog 1 brief, 2 brieven zelfs nog. Dus laten we daar eens even mee doorgaan. Van Broccolo. Hey, hallo Stevie. Bedankt voor je kaart en je cadeau. En dat jij bent. Ik heb heel hard nagedacht. En volgens mij is dit dingetje iets wat jij wel zou willen hebben. De beestjes vinden het al van stof. Altijd hongerige Broccolo. Nou oké, dan ben ik eigenlijk best wel nieuwsgierig. Ik weet Broccolo ons gestuurd. Nou, weet je wat? Coco die heeft gewoon een normale brief gestuurd zonder een cadeautje erbij. Dus dat is altijd wel leuk. Hoi Stevie. Wat leuk om zo onverwachts iets te krijgen, wat recht uit het hart komt. Ik probeer de juiste woorden te vinden om over te brengen wat ik voel. Praten we snel weer eens bij? Hartelijk groeten, Coco.
Oh, Coco, dat is zo lief van jou. Ik had Coco had ik een jurk namelijk gestuurd. En Tammy, die had ik een andere... Tammy, dat is eigenlijk best wel... Super shady. Dat werkt nou niet. Waarom doe ik dit? Maar ja, Tammy die had ik in ieder geval dus een brief gestuurd. En die was niet zo vriendelijk. Die heb ik namelijk een versleten jurk gestuurd. En daarop, want die was gewoon gemeen tegen iedere bezoeker die wij de 28ste hebben gehad. Ja, dit is de brief nog van de 28ste. Dus daarom snap ik dat niet helemaal. Maar goed, Broccolo, waar heb jij een ronde bril? Ik ga hem gewoon dragen. Ik vind het leuk verzonnen. Ik vind hem leuk. Ik vind hem hartstikke lief van Broccolo. Ik draag hem wel. Hallo, potvis. Oké, wat ik eigenlijk vandaag wil doen, voordat ik heel de daily routine gezeur ga doen, is, laat ik sowieso eventjes deze pakjes openmaken. Ik wil als eerste gaan kijken naar de brug. Ik wil dit keer gelijk beginnen met de ceremonie. En, ja, ik wil zeker weten, hoe dat de campsite eruit ziet en komen er inderdaad nu nieuwe bewoners. Dat lijkt me echt hartstikke leuk om dat te gaan zien. Dus ik doe heel eventjes de nieuwe stuff even in mijn inventory. Ik wil heel eventjes naar het KK slaapliedje gaan luisteren. En daar neem ik jullie gewoon... Sorry. Daar neem ik jullie gewoon bij mee. Maar laten we heel eventjes naar het slaapliedje gaan luisteren. En dan gaan we gewoon gelijk naar Town Square. Oké, nummertje toevoegen. Jullie mogen blij zijn dat ik nou geen facecam heb. Wat is dit voor een... Juist. Goed. In ieder geval de nieuwe brug die we binnen hebben gekregen. Ik heb hier een waterput, heb ik heel eventjes gemaakt. De nieuwe brug die we hebben gemaakt, die is af. Dankzij een hele gulle donatie van Mario. Die is hier langsgekomen. Die heeft hier gelijk gewoon bijna 2 ton aan klingels ingestouwd. Dus we kunnen nou voortaan hier ook heel makkelijk overheen. Hè? Daar gaan we zeker een ceremonie van maken. Ik heb hier een waterput gemaakt. En... ik probeer mijn dak te verven, dus hier is niks te zien. Geloof mij, hier is echt niks te zien. Iemand probeert de appels te pikken, jongens. Wat verwachten jullie dat er gebeurt? Goed, eventjes snel naar het stadscenter, want ja, ik ben toch wel heel erg nieuwsgierig van... kunnen we eindelijk een ceremonie hebben of wat dan ook? Ah, Stevie, hallo, hallo. Onze kampeerplek is een groot succes. Ik krijg nu al aanmeldingen binnen van toeristen die hier willen verblijven. Het zal niet lang meer duren voor de eerste gasten komen. Als we een gast hebben, wordt er een tent opgezet als op de kampeerplek. Dus hou die in de gaten. Je moet goed voorbereid zijn, ook al is de kampeerplek nog niet officieel geopend. We moeten zorgen dat bezoekers helemaal versteld staan van het wonderbaarlijke leven op ons eiland. Ik zou het op prijs stellen als je iets kan doen om het eiland te verbeteren. Ja ja, ga onkruid wieden. Plant wat bloemen. Plaats wat buitendecoraties om de omgeving op te leuken. Doe iets nuttigs! Kijken voor betaald, Tom Nook. Tom Nook, misschien is het tijd om een ceremonie te gaan houden. Ja. Er is momenteel zoveel te vieren, wat een prachtige tijd om op het eiland te wonen. Welke openingsceremonie wil je deelnemen? Een baars. Even zien. Welkom bij de openingsceremonie van de kampeerplek. Yay. Dank jullie wel. Dankzij de inspanning van iedereen groeit liefzaad in een rap tempo. Ja, ja. Ik ben ervan overtuigd dat de kampeerplek meer aandacht op liefzaad zal vestigen. Als we aardig zijn, willen de gasten hier wellicht komen wonen. Dat kan een groeiend eiland goed gebruiken. Ik wil dat iedereen even langs de kampeerplek gaat en een goede indruk op deze gasten achterlaat. Over goede indrukken gesproken, hier is iemand die heeft geholpen bij de bouw van de kampeerplek. Het is onze vriendelijke eilandwoordvoerder, Stevie. Wil je nog iets toevoegen, Stevie? Ja, wanneer krijg ik hier nou eens een keer voor betaald? Nee, we zijn geweldig! Leafside is awesome! Ja, ja, inderdaad. Bedankt voor je hartverwarmende en bemoedigende woorden, Stevie. Laten we met z'n allen deze ceremonie tot een einde brengen. Voor degene die als aandenken een foto wil nemen, zorg ervoor dat je camera klaar staat. Oké, nou, goed dan. Ik vind het eigenlijk best wel zielig. Oh, kapitein S die staat gewoon achter een boom. Ah. Met goede hoop en de groei van liefheid en ter ere van de kampeerplek. Hoera! Bedankt allemaal.
Tot zover deze ceremonie. Wel thuis. Tom Nook, nee, we gaan nu naar de brug. Wij gaan nu direct naar de brug. Welke brug is het? De eerste brug? Want echt serieus, de andere brug hebben we niet gedaan, de ceremonies. Oh jawel, wacht eventjes. Ja, nee, de nieuwe brug. Mooi. Dit is wel een mooie locatie als iedereen er zo op staat. Even zien. Iedereen is er. Mooi. Welkom bij de openingsceremonie van de brug. Yay. Dank jullie wel. Dankzij de inspanning van iedereen, voornamelijk Stevie, groeit liefheid in de raptempel. Nou, eigenlijk niet meer van... was een van de bezoekers. Die had echt zoiets van, hier, neem klingels. Je kunt ook wel een keertje bij mij langskomen. Ik accepteer zeker donatie. Ik hoop dat we grote stappen blijven maken om de kwaliteit van ons dierbare eiland te verbeteren. En dan geef ik nu het woord aan degene die enorm heeft bijgedragen aan de bouw van de brug. Ik heb het natuurlijk over onze eilandwoordvoerder, Stevie. Wil je nog iets toevoegen, Stevie? Nou, ik was niet degene die hier het meeste in heeft betaald. Dit heeft SMP 200, Super Mario Player 200, die heeft juist enorm veel gedoneerd aan de brug op het moment dat hij op ons eiland was. Dat was eigenlijk super grappig. Dus dat wil ik zeker aan toevoegen. Dus Mario, lekker bezig! Ja, ja, inderdaad. Lekker belangrijk. Inderdaad, bedankt voor je hartwarme en bemoedige woorden, Steve. Laten we met z'n allen deze ceremonie tot een goed einde brengen. Voor degene die er zo aan denken weer een foto wil maken, zorg ervoor dat je camera klaar staat. En dan zeggen wij met z'n allen weer in een goede fashion way, met goede hoop en een groei van liefheid en de ere van de brug. Hoera! Ik vind dat Mario hierbij had moeten zijn. Bedankt allemaal. Tot zover deze ceremonie. Wel thuis. En dit keer, blijf thuis. Anderhalve meter afstand, jullie kennen het ondertussen wel. Nou, er is nog iets wat ik eigenlijk onze YouTube wil laten zien. Onze vlag is nog steeds hetzelfde. Maar ik weet niet of jullie het al een paar keer gehoord hebben. Maar wij hebben ondertussen al stiekem ons eigen towndeuntje. En dat ben ik elke keer tot nu toe nog vergeten te vertellen in de daily updates. Dus, Isabel, kom er eens eventjes bij. Hartstikke gezellig. Hoi, Gino. Hoorden jullie het? Oh, Stevie, leuk je te zien. Hoe kan ik je vandaag van dienst zijn? Nou, wij willen eventjes niet veranderen, maar ik wil het wel heel eventjes laten zien. Nee, we hoeven geen nieuw liedje te laten zien, maar... Dit is ons eilandtune. Hoe klinkt die? Zo! Wie herkent hem? Ik vind hem leuk! Ja, hij is goed genoeg. Goed, nou, de vlag, daar ga ik nog een leuk ontwerp voor verzinnen. Niet nu, dat komt nog. Maar laten we eens heel even gaan kijken, want de meubelshop die is dus nog steeds in de bouw. We hebben gezien dat de campsite klaar is, maar we hebben nog geen campers. Dus ik denk dat daar nog weinig mee te doen valt. Voor de rest, nou, we kunnen wel heel eventjes kijken wat de shop eigenlijk voor ons heeft. Laten we toch eens eventjes... We hebben het net al een beetje gezien toen we daar net waren, maar laten we het nog een keer doen. Die awesome luxe reed natuurlijk. Dus daar ga ik niet elke keer mijn kijkers mee lastigvallen met Baby Shark. Oeh, deze die vind ik wel gaaf. De plasmalamp die is nou te koop, maar ja, die hebben wij al heel erg lang in het begin van de game gekregen. Ik moet zeggen, de gereedschapswagen die vind ik ook wel gaaf. Zeker met wat ik van plan ben. Dus die wil ik zeker eentje kopen. Dankjewel. Dat is een slaapzak. Het grappige is, ik heb al een slaapzak. Oké, het is een andere kleur. Maar ik heb zoiets van... Ja, als je er al eenmaal eentje van een voorwerp hebt... Waarom zou je die dan opnieuw kopen? Dus mocht vandaag een van mijn bezoekers het willen kopen... Feel free to do that. Wat is eigenlijk de paraplu? Trouwens, nee. Ho, stop. Ik heb gisteren jullie verteld dat wij dus geen knollen hebben kunnen kopen. Maar wij hebben een hele genereuze donatie van Ortelios gehad. Namelijk knollen. Dus, wat is onze knollenprijs? 120! Oké, ik heb van Pieter gehoord dus dat de knollen die waren 100 per stuk. Hoe werken knollen nou eigenlijk om precies te zijn? De knollen die je dus koopt, je koopt dus knollen in voor 100 per stuk. En je verkoopt ze per 10... Dus, of je koopt ze per 10. Dus elke keer als je dus 1 knol zou willen kopen, heb je automatisch 10 knollen. Dus dan zou je dus 1000 per 10 eigenlijk dus kopen. En ze stekken tot 100 per stuk. Dus dan zou je dus al 10.000 zijn voor 1 stek van knollen. Goed.
De knollen die we dus nu hebben, ja, die zijn dus, dan zouden we dus nu met 20 winst per knol kunnen verkopen. Ik heb zoiets van, ik ga er nog heel eventjes mee wachten. Grijs cadeaupapier, gadverdamme. Geen paraplu? Oh jawel, gewoon een groene paraplu. Nee, vind ik ook niet mooi. Ja, het kan vele malen hoger zijn, dus dat wou ik inderdaad... Hoi Chicken Wingsoep! Gezellig dat je erbij bent! Goed, nou, met dat allemaal gedaan te hebben, ga ik wel even kijken of we een eilandproject kunnen gaan doen. We moeten dus nog sowieso één dag wachten voordat de meubelshop opent en misschien tot er dus een kampeerder bij zou gaan komen. Maar voor de rest heb ik eigenlijk zoiets van, ja, laat ik maar gaan beginnen met de daily routine. Dus mocht er iets bij specifieks gebeuren, dan horen jullie dat zeker. Die lamp kom ik later bij je kopen. Ik vind het helemaal goed. Goed. Tom, zet die koffie weg. Ik wil verhuizen. Ja, inderdaad. Stop die koffie met koffie en al in je broekzak. Wat? Thomas Noord, welkom bij Team Eevee. Dankjewel voor de follow. Oké, even over mijn huis. Ik wil over mijn huis praten. Ik wil verhuizen. Oh, je wil je woning verplaatsen. Zodra je een nieuwe plek hebt gekozen, zal ik zorgen dat je woning de volgende dag verplaatst is. Ik reken er 30.000 voor om dat te regelen, maar ben je wel klaar voor die grote verplaatsing? Daar ben ik zeker klaar voor. Moet je gelijk afbetalen? Daar is geen dingen voor mogelijk. Volgende de volgende stap moeten we naar buiten gaan en een mooie plek uitzoeken. Dus jongens, dit gaat de laatste dag worden. Dat we dus in ons hoekje gaan wonen. Eventjes, nee, ik wil heel eventjes een moment. We hebben het niet op YouTube gehad, we hebben het niet op stream gehad. Want de 20ste om 12 uur 's nachts. Ik was oh zo trots dat ik mijn tent had en dat ik mijn eigen eiland had. En dat ik hier dus mijn tentje geplaatst heb. Maar nu is het tijd om van deze plek afscheid te nemen. Dit is de laatste dag dat wij hier wonen. We hebben nu betaald, we hebben de keuze gemaakt. De memories. Nee, ik moet er niet meer aan denken. Anders ga ik huilen. Nee, ik moet zeggen, het is toch wel een beetje een nostalgische plek die ik hier heb, maar... En vooral dat. Maar... Super shady. Coco. Je krijgt een buurman. Want ik wil dus een project voor een brug gaan maken. Die dus hier gaat komen. En we weten allemaal welke brug dat gaat worden. Ik kan daar. Ik denk dat dit de perfecte locatie is, jongens. Ja! Ik denk dat dit de beste locatie is. Wel een mooie plaats voor je huisje. Oké, je moet enorm vaak naar de wc, ben ik bang. In verband met die waterval. Alleen, ja, en dan hier de brug. En dan komt gewoon hier de brug. En dan ken ik zo gewoon de hele tijd. Zo ben ik dan geconnect. Oké, het is voor mij dan wel heel erg omlopen elke keer als ik van de storage wil. Want ik zou hier ook de brug kunnen plaatsen. Ik weet je wat? We gaan gewoon kijken. Want ik wil... We gaan gewoon een brug bouwen. Serieus. Oh boy. Ik denk dat we geen keuze hebben, jongens. Ik denk toch dat de brug hier moet komen. Nee, aan de andere kant zitten we dan dicht bij de shop. Dat is best wel jammer. Dat kan dan alleen als we dus het land aan kunnen pakken. Ik denk dat dit best wel een mooie locatie is voor onze stenen brug zo. We gaan ervoor. We moeten roeien met de riemen die we nu hebben. Dus ik zou zeggen, we gaan het gewoon zo doen. Daar komt een brug. Daar komt ons huis. Coco. Ik moet nog even wachten op je buurman. Sorry. Hi. Laat ik heel eventjes... Toch met de andere boom. Maar hoi.
Morgen zal dus Mabel's shop zou klaar zijn. Waarschijnlijk is die brug morgen ook klaar. Ja, voor de rest heb ik eigenlijk weinig te doen. Ja, ik heb de stenen nog te doen. Maar voor de rest denk ik eigenlijk dat ik het daarbij voor ga laten voor YouTube. Dus we kunnen geen nieuwe meubels kopen. En ja, we hebben dus alleen maar een beetje verbouwd voor vandaag. De hele verbouwing. Dus we gaan eventjes naar onze oude laatste plek toe. En met dat gezegd te hebben ben ik bang dat dit de laatste keer is dat we hier ons huisje hebben. Nou ja, kunnen we tenminste een beetje fatsoenlijk opruimen. Daar is niks mis mee. Beste YouTubers, dank jullie voor het kijken. En hebben jullie ideeën voor liefheid? Laat het zeker weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Dan hoop ik jullie allemaal te zien morgen. De nieuwe locatie van ons huis. Dan gaan we eens even kijken of er iemand toevallig op kamp is bij ons. Zie jullie dan. Doei!